Lieve broeders en zusters, welkom op deze fantastische themadag. Wat mooi dat we voor onze God en Vader en onze Heer Jezus Christus hebben mogen zingen. Wij zaten zojuist in de auto en op een gegeven moment ging het stoplicht op oranje. En ik besloot om door te rijden en ik reed door rood. Maar ik werd van tevoren al gewaarschuwd door het oranje licht. En zo is het ook met het woord van God. Het woord van God probeert u en mij te waarschuwen voor de tijden waarin we leven. Ik heb vandaag een zeer ernstige boodschap. Net werd al gezegd dat we leven in de eindtijd. En natuurlijk, de eindtijd is al ingegaan toen de Heer Jezus naar de Vader is opgevaren. Toen is de eindtijd begonnen. Dus we leven al 2000 jaar in de eindtijd. Alleen zien we dat de misleiding toeneemt en nog eens toeneemt. Net had de broeder het over Matteüs 24, de Messiaanse weeën die over heel de wereld komen. Ik vond het zo mooi dat hij zei, pas op dat niemand u misleidt. Dat is het allereerste wat de Heer Jezus zegt. En dat sluit ook heel goed aan op mijn thema van vandaag. Verleidingen en valkuilen in de kerk van de eindtijd. We zien hier een gemeente en daar zien we iemand op de grond liggen. Het gebeurt anno 2023. Het gebeurt al decennia lang. Dit soort praktijken in de gemeente. Denkt u echt dat dit de dingen zijn die de apostel Paulus bedoelde? Is dit de waakzaamheid? Is dit de nuchterheid in de gemeente? Nee, broeders en zusters. En ik ga dit proberen aan te tonen vandaag. We zien hier ook een artikel van het Algemeen Dagblad. Vooral kerken bestellen massaal regenboogvlag. Ernstig. Het gebeurt, hè? We zien het. Heel veel kerken die de regenboogvlag de lucht in hijsen. Bedorven gedachten in de kerk. Weg van de eenvoud die in Christus is. Weg van dat eenvoudige evangelie. Nou, ik wil met u dan beginnen in 2 Korinthe hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 6. En u moet weten dat het mijn hart raakt. De dingen die ik zie gebeuren in de gemeente van de Heer Jezus Christus, die hij gekocht heeft met zijn eigen bloed. Hij heeft die gemeente verkregen met zijn eigen bloed. Nou, Paulus spreekt hier dan in 2 Korinthe 11 over geen ander evangelie. Verdroeg u maar enigszins in mijn dwaasheid. Ja, verdraag mij toch. En dat wil ik ook vanmorgen aan u vragen. Broeders en zusters, verdraag mij alstublieft in hetgeen wat ik ga zeggen. Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man, om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden. Weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. Want ik ben van mening dat ik in niets minder ben geweest dan de apostelen bij uitstek. En dan ben ik onbedreven in het spreken, ik ben dat niet in kennis. Integendeel, wij zijn in elk opzicht in alles onder u bekend geworden. Hier spreekt Paulus dus, weg van die eenvoud van Christus. Maar blijkbaar zien we, broeders en zusters, dat het mogelijk is dat er in kerken een andere Jezus wordt gepredikt. Dat is niet de Jezus Christus van de Bijbel. Maar ook lezen we hier dat het mogelijk is dat er dus een andere geest onder de kinderen werkzaam is. Het gebeurt. En uiteindelijk leidt het tot een ander evangelie. Ik zou u drie pijlen willen meegeven. Kijk allereerst naar welke vrucht wordt voortgebracht. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en andersom ook niet. Kijk naar de vrucht. Kijk naar of het hele raadsbesluit van God gepredikt wordt.
Het raadsbesluit van God is het helsplan van de Heer met de mens, maar ook met de schepping. Want ook de schepping die zucht met ons mee, totdat wij als kinderen aangenomen worden. En dan als laatste, kijk of er een ander evangelie wordt verkondigd. Ik wil ook met u naar 2 Johannes hoofdstuk 1, vers 7 tot en met 11. Het einde van de Bijbel. Voor Judas. En die gemeente in Korinthe, die trok het leiderschap, het apostelschap van Paulus in twijfel. En die Paulus die werd soms gedwongen om te roemen. In dwaasheid, zegt hij. Nou, daar kom ik straks nog op terug. Johannes die heeft het hier over standvastig zijn tegenover dwaalleraars. Vers 7, want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken. Zo hé, dat is wat. Johannes heeft het hier over de leer van Christus. Dat gaat over de hele goddelijke openbaarheid van onze Heer Jezus Christus. Dat hij door een wonder van de Heilige Geest in de maagd Maria is geboren. Dat hij een perfect leven heeft kunnen leiden zonder zonde. Dat hij uiteindelijk ook weer terug is gegaan naar de Vader. En dat hij ook op een dag weer terug zal komen. De hele goddelijke openbaarheid van de Heer Jezus Christus. Die gepredikt moet worden in de gemeente. Maar blijkbaar zijn er dus predikers die daar niet meer volledig achter staan. Het gebeurt. Zo hoorde ik laatst nog een keer van een prediker die zei dat de Heer Jezus pas bij zijn doop door Johannes de Doper de Heilige Geest had ontvangen. Ik dacht, oké, hoe zat het dan met die 12-jarige Jezus in de tempel? Die vragen stelde in de synagoge en dat ze allemaal versteld stonden van zijn antwoorden en zijn vragen. Had die kleine Heer Jezus van 12 jaar de geest van God niet? Nee, die had hij wel. Maar ook ga ik straks een paar voorbeelden noemen. Zij die zeggen dat Jezus hier alleen geestelijk heeft geleden en niet lichamelijk. Het is een ander evangelie dat verkondigd wordt. Nou, bedorven gedachten worden uiteindelijk verleiding. En ik zou u willen vragen om even terug te bladeren naar 2 Korinthe hoofdstuk 11. Want zoals ik net zei, de gemeente in Korinthe verdroeg Paulus niet. Waarom niet? Hij sprak hun aan op hun immorele gedrag. We lezen in de eerste Korinthebrief dat hij de gemeente aanspreekt op zedeloosheid. Op rechtszaken tussen broeders. Alsjeblieft, doe dat nooit. Span nooit een rechtszaak aan. Hoe kunnen wij een voorbeeld in de wereld zijn als wij rechtszaken tegen broeders of andere mensen aanspannen? Is het niet beter om onrecht te lijden in deze wereld, broeders en zusters? Lijden omwille van het goede, dat is genade bij God, zegt Petrus. Maar ook had hij het over het huwelijksleven. Nou, ik heb laatst zelf een studie mogen geven over het huwelijk en het gezin. Daar zit een grotere weerstand op dan op het profetisch woord, echt waar. Weet u wat het is met de prediking? Als we de drempel van de voordeur overgaan en bij de mensen thuis binnenkomen, zoals Paulus ook bij de mensen thuis binnenkwam en hun aansprak op hun immorele gedrag. Wow, pas op. Dat mogen we blijkbaar niet doen in de gemeente. Nou, Paulus deed het en was daarom niet geliefd. Nou, dagelijks zegt hij dan in vers 28, overviel hem de zorg voor alle gemeenten. Hij zegt hier in vers 28, afgezien van wat van buitenaf komt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Zo bewogen was hij met de gemeente.
Hij zegt dan ook in vers 29, als iemand zwak is, zou ik dan omwille van hem niet zwak zijn? Struikelt iemand, zou ik dan niet branden van verontwaardiging? Ik hoop dat u dat ook doet. Als iemand valt, dat u brandt van verontwaardiging en dat u zo'n broeder of zuster wil helpen op het juiste pad. En dan vers 30, en dat vind ik zo mooi en zo bijzonder. Als er geroemd moet worden, dan zal ik roemen in mijn zwakheid. Gebeurt dit nog anno 2023 in de gemeente? Dat we roemen in onze zwakheden. Wat een apostel. Aangesteld als apostel van Jezus Christus, maar roemend in zijn zwakheden. Ik hoop dat we dat allemaal meer en meer gaan doen. Nou, hij werd ook gedwongen om te roemen. Sla een bladzijde met mij om. Vers 11 en 12. Ik ben door te roemen dwaas geworden. U hebt mij daartoe gedwongen, want ik zou door u aanbevolen moeten worden. Ik ben immers in niets minder geweest dan de apostelen bij uitstek, hoewel ik niets ben. De tekenen van een apostel zijn onder u verricht en al mijn volharding in tekenen, wonderen en krachten. Nou, hier lezen we dus al heel nadrukkelijk dat die wonderen, tekenen en krachten die hij deed, merktekenen waren van de apostelen. Het staat nog mooier in de Statenvertaling. Daar staat de merktekenen van een apostel. Zoals de duivel, de antichrist. Ja, u weet, de antichrist is dadelijk de menselijke manifestatie van de duivel. Die zal ook een merkteken hebben. Het nummer 666. Nou, zo hadden de apostelen ook merktekenen. Dat zij wonderen, krachten en tekenen konden doen. Nou, hij wilde het hart van de gemeente bereiken. En ondertussen acht hij ook zijn eigen leven niet kostbaar. Weet u wat liefde is, broeders en zusters? De waarheid naar elkaar spreken. Valse leer benoemen. De gezonde leer verkondigen. Als we kijken naar vers 14 en 15 dan zegt Paulus het volgende. Zie, voor de derde keer sta ik gereed om naar u toe te komen. En ik zal u niet tot last zijn. Ik zoek namelijk niet het uwe, maar uzelf. De kinderen moeten immers geen schatten verzamelen voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen. Ik zal dan ook heel graag zelf de kosten dragen. Ja, mij geheel ten koste geven voor uw zielen. Ook al word ik, terwijl ik u meer lief heb, minder geliefd. Laatst was ik bij mijn ouders aan het eten. En toen lazen we dit stukje. En dit kwam als een bom bij mij binnen. Dat ik tegen mijn ouders zei. Hij zoekt niet hetgeen wat van hen is. Maar hij zoekt het hart van de mens. Hij zocht die kostbare gemeente in Korinthe naar het hart. En hij spreekt hun juist in liefde aan. Hij wil zichzelf geven voor die gemeente. Hij wil zijn eigen ziel geven voor die gemeente. En dan wordt hij minder geliefd. Kunt u het voorstellen? Wij mochten het vorige week ook meemaken. We wilden wat themadagen organiseren. We zijn 2 keer geweigerd bij kerken. Vanwege de boodschap die we wilden brengen. Over het profetische woord. Het gebeurt. Terwijl wij die mensen zo lief hebben in die plek waar we wilden komen, Werkendam. Daar is ontzettend veel dwaalleer. Zowel van de predestinatiekant als de evangelische kant. We waren niet welkom, omdat we die mensen lief hebben. Hij had zo'n diepgaande liefde voor de gemeente, maar toch werd hij minder geliefd. Wie maakte dit ook mee? Was dat niet onze Heer Jezus Christus? Die het niet als roof beschouwd had aan God gelijk te zijn. Die alles heeft verdragen, zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Hij is een slaaf geworden. Hij is gekomen ten diepste om te dienen. En dat dienen hebben we gezien aan het kruis van Golgotha. Waar hij zijn kostbaar bloed gaf voor u en mij. Opdat onze zonden vergeven zouden worden. Hij heeft zichzelf vernederd en hij is gehoorzaam geweest tot aan de dood. Ik denk dat de broeder daar vanmiddag over gaat spreken. Over het volgen van de Heer Jezus. Over het gehoorzamen van zijn woord. Want het draait ten diepste allemaal om zijn woord. Wat zegt het woord van God? Nou, Paulus had dus diezelfde gezindheid als die in Christus Jezus was.
En ik hoop daarom ook dat u door de prediking de Zoon van God in mij mag verheerlijken. Maar dat hij ook straks in u verheerlijk mag worden als u weer naar huis gaat. Dat u diezelfde gezindheid mag hebben als die in Christus Jezus was. Maar ook in de apostel Paulus. Die zichzelf wilde geven voor de gemeente. Hij liet zijn hart aan de gemeente zien. Hij sprak de gemeente aan op hun bedorven gedachten. Vers 20 en 21. Hier zegt hij, want ik vrees dat ik bij mijn komst u misschien niet zal aantreffen zoals ik wil. En dat ik door u gevonden zal worden zoals u niet wilt. En dat er misschien ruzies, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, kwaadsprekerij, laster, verwaandheid en wanorde zullen zijn. En dat als ik kom, mijn God mij opnieuw bij u zal vernederen. En dat ik treuren moet over velen die vroeger gezondigd hebben. En zich niet bekeerd hebben van de onreinheid, hoererij en losbandigheid die zij bedreven hebben. Hij sprak het individu aan op hun geestelijk leven. Velen hadden zich niet bekeerd van hun oude levenswandel. En dat is wat Paulus dus ook hoorde en wat hij later zag toen hij voor de derde keer bij deze gemeente kwam. Hij sprak hen daarop aan dat zij vernieuwd moesten worden in hun denken. Dat zij dat oude jasje uit moesten doen en vervolgens ook dat nieuwe jasje aan moesten doen. De nieuwe mens. Hij benoemde dit terwijl hij zichzelf vernederde voor hun ogen. Hij zegt een paar hoofdstukken eerder. Namens Christus smeken wij. Laat u met God verzoenen. Hij deed een oproep tot bekering aan de gemeente in Korinthe. Opdat zij zich zouden afwenden van die zedeloosheid, van die afgoderij, van die hoererij. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat zij ook de heiligheid van het huwelijk moesten gaan inzien. En daarom was hij niet geliefd. Anno 2023 mogen we het meemaken. Dat als we het woord proberen recht te snijden, dat je dan dus geweigerd wordt. Ik hoop dat u mij, ik zei het net ook al, vanmorgen een beetje kan verdragen. Want de stem van de waarheid is Gods liefde. De apostel Johannes die zegt dat zo mooi in zijn brief, dat hij zich zo verblijdt over zijn kinderen die wandelen in de waarheid. En dat is ook mijn verlangen, dat u wandelt in de waarheid. En dan kan ik mij verblijden over mijn broeders en zusters. Nou, wat is dan de waarheid? De waarheid, broeders en zusters, dat is natuurlijk Gods woord. Bladert u even mee naar Hebreeën. Hoofdstuk 4, daar staat zo mooi wat Gods woord voor u en mij betekent. Ik weet zeker dat u dit tekstgedeelte kent. Hebreeën hoofdstuk 4 vers 12. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Als we dat krachtige zwaard altijd bij ons hebben, broeders en zusters. Dan kunnen we ons altijd verdedigen met het woord. Maar ook dient het als spiegel, want het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Soms lees ik in het woord van God en dan functioneert het woord als een spiegel voor mij. Dan denk ik, ja, Kenneth Johannes, hier moet jij aan werken. Prachtig. En dat is ook hoe we in die heiligheid van God kunnen blijven wandelen. Als we dat woord blijven lezen, dat woord blijven bestuderen. Als we de woorden van de apostel Paulus als levend water tot ons nemen. Nou, Paulus heeft ons dan ten huwelijk gegeven aan één man. Maar veelal zien we dat we de aardse geheime liefdes niet los kunnen laten. Het is zo lastig om de wereld los te laten. We kunnen dat pas als we wederom geboren worden. Dan pas kunnen we de wereld loslaten. Als we dat niet zijn, gaat dat nooit lukken. Dan blijven we altijd met één of zelfs twee benen in de wereld staan. Ik wil met u naar Matteüs hoofdstuk 7. Net zei Geert iets heel moois. Over dat er zijn twee wegen. Het is of het volgen van de Heer Jezus of niet. En ik werd bij de voorbereiding zo bepaald. Bij de brede en de nauwe poort. Vers 13 en 14.
Dit zijn de woorden van de Heer Jezus. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Die brede weg, dat is ook een heel mooi schilderij van. Mijn oma had die vroeger. Die brede weg is heel breed. Die is heel makkelijk. Alle werken van het vlees vinden we daarin terug. De brede weg die zo eenvoudig is om daarop te wandelen. Ik denk dat we dat allemaal geweten hebben toen we nog in het vlees wandelden. En nu is het lastig voor ons geworden omdat we staan voor Gods woord. En daar maken we allemaal vervolging mee. Paulus schrijft dat ook aan Timotheus. Want allen die godvruchtig willen wandelen in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Dat is een gegeven. Het meegaan met de wereld. Misschien wel in seks of in drank. Feestjes. Festivals. De zomer komt er weer aan. Maar vergis u niet, ik ga dadelijk ook spreken over christelijke festivals. Waar niet altijd de geest van God aanwezig is. Ik hoop dat u die smalle weg bewandelt, want die leidt naar het leven. Die brede weg die simpel is, leidt naar het verderf. Dat is de hel. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk is het om te vallen in de handen van de levende God. Nou, we zien dan een aantal gevaarlijke bewegingen. Ik heb natuurlijk niet de tijd om alle bewegingen op te noemen, maar ik wil er een aantal uitpakken. We zien de Word of Faith beweging. Nou, de grondlegger daarvan is Phineas Quimby. Als we kijken naar wat hij studeerde, dan zien we dus dat hij hypnose en parapsychologie studeerde. Hij was een paranormaal genezer. Velen in Nederland, maar wereldwijd, die deze beweging aanhangen. Ja, dan zien we nog een ander iemand, Essex William Kenyon, die een van de doctrines binnenbracht, dat God de aarde niet door zijn woord creëerde, maar door woorden van geloof te spreken. Ook zou volgens hem Jezus niet alleen fysiek, maar ook geestelijk dood zijn gegaan en gemarteld zijn in de hel. Waar vinden we dit terug in de Bijbel? Velen die deze leer dus volgen, houd dit even vast. Volgens deze leer kunnen wij dingen in wording spreken. Dus iets wat wij uitspreken in geloof, dat zal gebeuren. Oh, ik wil rijk worden, ik spreek het uit, dus het gaat gebeuren. Het wordt verkondigd, hè? In Nederland ook. Het welvaartsevangelie. Men leert dat als je positieve dingen uitspreekt, dat het ook dan gebeuren zal, op den duur. Dit betekent dat u geen enkel negatief woord mag spreken, want dan plaatst u een vloek op uw leven. Woorden hebben kracht volgens hen. Ziet u hoe de tegenstander het weer omdraait? Onze eigen woorden hebben kracht. Nee, Gods woord. Dat is krachtig en levender dan enig tweesnijdend zwaard. Nou, een uitspraak van Kenneth Copeland. Misschien kent u hem wel. Een grote Amerikaanse evangelist. Helaas is het een naamgenoot. Jezus moest ook geestelijk dood in de hel. Anders had iedereen de dood op het kruis kunnen volbrengen. Dat is een ander evangelie. Dat is niet meer het evangelie dat de Heer Jezus aan het kruis gestorven is, begraven is en op de derde dag is opgestaan. En dat hij voor alle mensen die ooit hebben bestaan voor de zonde heeft geleden. De volgende, weer een Kenneth Hagin. Helaas. Jezus nam op het kruis het karakter van Satan aan, omdat God zijn vader niet meer was. Oké. Ziet u hoe ook weer de heilige drie-eenheid wordt ontkracht? En dit gebeurt in heel veel gemeenten. De goddelijke drie-eenheid. Die ontkracht wordt. Nou, we zien dan ook de NAR-beweging, de New Apostolic Reformation. Kwam in een zeer korte tijd op, aan het einde van de jaren 90. Nou, de NAR bestaat uit een beweging die geleid wordt door zogenaamde apostelen en profeten. Die een apostolisch netwerk hebben opgericht. Vanuit dit netwerk van kerken en gemeenten wordt de leer die ze verkondigen verder verspreid. We zien het ook in Nederland. Profetenscholen. Mensen die worden opgeleid. Voor apostelen, profeten. Terwijl Paulus zo duidelijk is, de gemeente is gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, Efeze 2. Met de Heer Jezus als uiterste hoeksteen.
op wie het hele gebouw goed is samengevoegd als een heilige tempel in de Heer. Wij zijn gebouwd op hun fundament. Wij kunnen geen ander fundament leggen dan dat hun hebben gedaan. Paulus zegt in 1 Korinthe 3, ik heb het fundament mogen leggen van Jezus Christus en die gekruisigd. En we zijn dus zelf verantwoordelijk voor hoe we daarop bouwen. Nou, deze NAR-beweging die bouwt dus niet met goede materialen. Ik zou zelfs zeggen met antichristelijke materialen. Nou, er is een enorme gerichtheid op gaven en krachten. Binnen kerken en gemeenten waar de leer van de NAR is binnengedrongen, ziet u een toename van het zoeken naar de gaven van de geest. Vaak ziet u ook dat de geest wordt uitgenodigd. Straks komen we terug op het werk van de geest in deel 2. Je ziet daarna ook allerlei dingen gebeuren, zoals bevrijdingen, genezingen, spreken in tongen en allerlei manifestaties. Ja, ze noemen het tongen, maar het zijn letterlijk talen. Nou, is uw gemeente verbonden aan een Battle Church, de C3-kerken die ook in Nederland aanwezig zijn? Doen ze mee aan healing rooms van Sozo? Of wordt er doelgericht onderwijs gegeven van Rick Warren? Dan is uw gemeente verbonden met het NAR-netwerk. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de Battle Music en Hillsong Music. Die ook verbonden zijn met de NAR. Nou, is er sprake van nieuwe openbaringen, dromen, visioenen, het loslaten van engelen of strijden in de hemelse gewesten? Worden hedendaagse apostelen en profeten aangehaald? Ik heb daar een aantal namen staan. Dan is uw gemeente verbonden met de NAR. Dit is dus waar deze twee bewegingen voor staan. Hou dit vast, want dadelijk gaan we kijken naar wat het woord van God zegt. Allereerst, we zien dat er straks 24 juni een grote conferentie is, waar ruim 22.000 mensen gaan komen. De conferentie heet Everyone 2023. Ik werd hier op gewezen door een broeder. En ik dacht, dit ga ik meenemen in de prediking, om mensen te waarschuwen. En we zien hier heel veel sprekers. Cindy Jacobs. We zien Rick Warren, maar we zien ook Nederlandse sprekers zoals Matthäus van der Steen en Martin Kornstra. Rick Warren, verbonden met de NAR. Martin Kornstra, Matthäus van der Steen, verbonden met de NAR. Broeders en zusters, ik moet het zeggen. Als ik het woord van God met zijn genade mag brengen, moet ik soms namen noemen. Paulus draaide er ook niet omheen. Hij benoemde Philetus, Phygelus, Hymenaeus. Enzovoort, enzovoort. Hij noemde 6 namen in de 2 brieven aan Timotheus. Maar wat zien we hier? We hebben straks de Pinksterconferentie. Volgens mij volgende week, als ik het goed zeg. Misschien kunt u het net niet zien, maar er staat ook dat Billy Wilson gaat prediken. Die is ook aanwezig bij de andere conferentie in juni. Everyone 2023, een NAR-spreker die dus ook aanwezig is bij de opwekkingsconferentie. U moet natuurlijk zelf weten of u daar naartoe gaat. Maar ik zou het stellig afwijzen om daar naartoe te gaan. We gaan nu met elkaar kijken waarom u daar niet moet wezen. En als u toch daarheen gaat, ik kijk ook even de jongeren hier aan. Als u toch daarheen gaat, hou dan al die dingen die ik ga benoemen in het achterhoofd. En als u dat dan ziet, zorg dat u weg bent en dat u daar afstand van neemt. Soms is het ook goed om dingen te bekijken, om ervan te leren, om te zien dat bepaalde dingen niet uit God zijn. Maar ik zou het stellig afwijzen en afraden. Nou, de Pinkstertheologie is zeer populair. Het is werelds waardoor het veel mensen aantrekt. Grote podiums, felle lichten, harde muziek. Geen Johannes de Heerlieder hoor, echt niet. Nee, grote bands, harde drumstels. Enzovoort, enzovoort. Nou, veel uitingen van de geest die de eigen vleeselijke begeerte dienen. Die verwijzen naar de vertoningen van de geest. Terwijl Paulus zegt in Efeze 3 dat ware geestelijke kracht is gesterkt te worden naar de innerlijke mens. Maar wat zien we daar gebeuren? Ze worden gesterkt naar de uiterlijke mens. Het wordt als het ware omgedraaid. Nou, als we het hebben over tongentaal, dan staat daar letterlijk in het Grieks glossa, dat betekent talen. Denk aan de speech van Petrus op het Pinksterfeest in Handelingen 2. Hij sprak zijn eigen taal en het wonder van de Heilige Geest was, is dat dat vertaald werd in allerlei verschillende talen. In het Cushitisch, in het Soedanees,
in het Hebreeuws, in het Arabisch, enzovoort, enzovoort. Blaad u even mee naar 1 Korinthe 14. Ik wil toch een handvat aan u geven. En juist vanwege deze conferenties werd ik er zo bij bepaald om al deze dingen te benoemen. De laatste maanden heb ik dit ook in andere predikingen gebruikt, maar het is zo belangrijk om te herhalen. Laatst hadden we een studieavond in Otterland over het welvaartsevangelie. We hebben met twee zusters mogen bidden, die handoplegging hadden gekregen van verkeerde predikers die daar al die tijd mee geworsteld hebben. Toen hebben ze het zelf mogen belijden, maar we hebben ook voor hen gebeden. En dat is zo belangrijk. Ook dat we zelf die dingen dus belijden en bij de Heren neerleggen. En dat we vragen, Heren, breek elke macht en kracht die daar misschien is overgeheveld naar ons eigen lichaam. Het kan. Ik kom daar straks ook nog op terug. Het tweede deel. Nou, vers 22 en 23. Zo zijn de andere talen dus tot een teken, niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen. En zo is de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven. Dus de talen dienen de ongelovigen. Maar nu zijn we in de gemeente met allemaal christenen en dan gaan ze allemaal in talen spreken. Het zijn geen talen, het is een brabbeltaal. Nogmaals, het moet echt een verstaanbare taal zijn. Nou, en de profetie dient dus de gelovigen. Het Griekse woord profeteo betekent dus profeteren. En dat dient dus ook om de mensen op te bouwen, te stichten en zo nodig ook te vermanen. Om de gemeente op te bouwen in ons allerheiligst geloof, maar ook dus de exegese, de schriftuitlegging. Dat is wat profeteren inhoudt. En wat zo mooi is, wat Paulus dan zegt in 1 Korinthe 13... Ik kan natuurlijk niet alles voorlezen, maar daar zegt hij wat talen betreft, zij zullen ophouden. Waarom? Omdat wij nu het hele geopenbaarde woord van God hebben gekregen, de Bijbel. Het is niet meer nodig. Nou, zijn er nog profeten en apostelen? Als dat zo zijn, we weten dat de muren van het nieuwe Jeruzalem staan op 12 fundamenten. Daar staan de 12 namen van de apostelen op. Nou, als er nu nog apostelen zouden zijn, velen die zich apostel noemen, dan had die stad meer fundamenten moeten hebben, hoor. Dan waren er wel duizenden fundamenten nodig. Er zijn 12 apostelen. Die staan dus op de 12 fundamenten van het nieuwe Jeruzalem. Nou, ook was de gemeente in Efeze heel scherp als het ging om valse leraren, om hen die zich apostel noemden. Nou, ze hadden hen ontmaskerd. Ze hadden gezien dat zij geen apostelen waren. Nou, Paulus spreekt dan ook over ons. Dat zijn de laatste apostelen. Hij zegt het zelf. Wij zijn de laatste apostelen. Die namelijk een schouwspel geworden zijn voor de wereld, engelen en mensen. En zij die zich apostel noemen, ik vraag mij af, hebben zij net zoveel geleden als Paulus? Hebben zij ook 3 maal schipbreuk geleden in 1 etmaal? Hebben zij ook zoveel stokslagen gehad? Nee, echt niet. Echt niet. Dat kan niet. Paulus spreekt over valse apostelen, bedriegelijke arbeiders die zich voordoen als apostelen van Christus. En hij zegt, dat is geen wonder, want de Satan doet zich voor als een engel van het licht. Nou, de nadruk ligt dus op wonderen en tekenen in veel gemeenten. Terwijl de Joden begeerden een teken en de Grieken zochten naar wijsheid. En weet u wat de Heer Jezus tegen de fariseeën en de schriftgeleerden zei? U weet dat zij ook een teken verlangden, hè? Hij zegt, ik zal u geen ander teken geven dan het teken van Jona, die 3 dagen in de walvis zat. Dat verwijst naar zijn dood en zijn opstanding. Dat teken zouden ze krijgen. Nou, welke geest is werkzaam, broeders en zusters? Welke geest is werkzaam? Dat mogen wij ons ernstig afvragen. De ervaring en het gevoel staan centraal. Terwijl Paulus roept ons op in Filippenzen 2 om eensgezind te zijn in de liefde. Eén van ziel, één van gevoelen, één van denken. De liefde vervult heel de wet. Laten wij dan proberen om in die liefde te wandelen. En dat is soms al een uitdaging. Om weerstand te bieden aan dat vlees. Om één te zijn van denken, één van gevoelen. Nou, Paulus schrijft ook aan Timotheus, leg niemand haastig de handen op. En heb geen deel aan zonde van anderen. Ik heb regelmatig gesprekken met mensen die handoplegging hebben gehad. Die er enorm veel narigheid van hebben gekregen. Tenminste, dat denken ze.
na handoplegging is er een soort donkere wolk boven hun hoofd gekomen. Zijn er allerlei kwalen gekomen. En daarom is het zo belangrijk, broeders en zusters, als u dat hebt gehad van valse predikers, om dat te beleiden, om bij de Heer neer te leggen en daar ook met gemeenteleden, met oudsten, met opzieners voor te bidden. Nou, nergens spreken de apostelen over genezings- en bevrijdingsdiensten. Het gaat weer gebeuren op die conferenties die we zojuist hebben benoemd. Nergens lezen we daarover in de brieven van de apostelen. U weet wat er gebeurde met de 7 zonen van Sceva. Die dachten demonen te kunnen uitdrijven. Nou, ze werden zelf uitgekleed. U weet ook wat er in Matteüs 12 staat. Dat als zij zich in die tijd, in die bedeling, dat is een andere bedeling, zich niet bekeerden nadat er demonen waren uitgedreven, dan zouden er 7 voor in de plaats terugkomen. Deze beweging beroept zich vooral ook op Jesaja 53. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. De vervulling zien we in Matteüs 8. En daar staat dus ook, hij genas allen die er slecht aan toe waren. Opdat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. De vervulling vond plaats toen de Heer Jezus op aarde wandelde. Maar ook staat er dat hij allen genas. Dus die genezingspredikers, ik zou ze eigenlijk willen vragen. Ga allereerst naar het Sophia Kinderziekenhuis. Begin daar met genezen alsjeblieft. Maar dat doen ze niet. Omdat het een valse evangelie is. Een ander evangelie. Een valse leer. Nou, ook Petrus die bevestigt dat dan. Dat hij voor onze zonde aan het kruis is gestorven. Niet voor onze ziekte. En natuurlijk kan de Heer nog genezen. Absoluut, dat gebeurt. Door het gebed en misschien ook wel door te zalven. Zoals in Jacobus 5 staat. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Nou, kingdom now. Het koninkrijk moet hier opgericht worden. Onbijbels. De Heer Jezus zelf zei, als mijn koninkrijk van deze wereld zou zijn, dan zouden mijn dienaren voor mij strijden. Het werk van de Heilige Geest. Dat is dat hij de Zoon zal verheerlijken. Er staat, en die zal mij verheerlijken. En hij zal ons leiden naar de hele waarheid. Dat is het werk van de Heilige Geest. Maar ook als het gaat om de Kingdom Now theologie. Hoe zit het dan met de opname? De dag des Heren, de grote verdrukking die komen gaat. Dan slaan we dat over. We hebben een hemels koninkrijk en niet een aards koninkrijk. We hebben een hemelse bestemming als gemeente, dat weet u. Nou, Christus is altijd het doel van de Heilige Geest. Heilige Geest. Dus geloof in hem en zoek niet naar een ervaring van het hart of de ziel. Maar uit de context getrokken schriftgedeelte, Johannes 14, daar staat, en die in mij geloof zal hebben, die zal grotere dingen doen als deze. Compleet uit de context getrokken door de Pinkstertheologie. Het gaat ten diepste over de prediking, dat mensen tot levend geloof komen. Ik had laatst een zuster aan de telefoon. Soms bel ik even met mensen als ze vragen hebben. Ze had een prediking online gezien en ze was helemaal van slag, doordat haar hele fundament onderuit was gehaald. Ze zeggen, wat moet ik nog wel geloven? En ze zeggen, hoe zit het dan met Johannes 14? Over die grotere dingen die gedaan zullen worden. Ik zeg, zuster, wat is het grootste werk wat er kan gebeuren? Ja, het opwekken van doden, zegt ze. Maar binnen een paar seconden herpakte ze zich. Ze zei, nee, dat iemand tot wedergeboorte komt. Dat is het grootste wonder. Ik zei, juist zuster, daar gaat het om. Kijk bijvoorbeeld naar Petrus op het Pinksterfeest. Er kwamen 3000 man tot geloof. Wat een wonder. Dat is het grootste wonder wat er kan gebeuren. Dat iemand tot levend geloof komt. Dat die duur gekocht en betaald is door het bloed van Christus. Maar ook Marcus 16, waar gesproken wordt over, u kent al die tekenen wel, die daar staan. Het oprapen van slangen, het drinken van gif, et cetera, et cetera. Het genezen van zieken. Zoals we net lazen in 2 Korinthe 12. Het waren merktekenen van de apostelen. Niet van ons. Conclusie. Velen zijn weg van de eenvoud van Christus. Men wordt verleid door de wereldse kerk die aantrekkelijk gemaakt wordt. Ze geloven een andere Jezus, een andere geest, een ander evangelie. Waar gaat het dan wel om? Tot slot, voor deel 1. Het gaat om het kennen van hem. Blader mee naar Efeze 1 vers 17. Fundamenteel. Galaten en dan Efeze.
U staat zo mooi op dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand. Om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. Dus het gaat om het kennen van Hem. Dat is wat de Geest wil doen. Hij wil ons meer vertellen over de persoon van de Heer Jezus. Hij wil ons laten groeien in de genade en de kennis van onze zaligmaker. 2 Petrus hoofdstuk 3. Nou, het gaat om het wandelen in Hem. Zoals u Hem hebt aangenomen, zegt Colossenzen 2. Wees geworteld in Hem en word opgebouwd in Hem. In wie? In de Heer Jezus. Nou, we moeten gesterkt worden door zijn geest naar de innerlijke mens. Zoals ik net ook al zei, niet naar de uiterlijke mens, maar naar de innerlijke mens. Om elkaar lief te hebben. Om het lid wat het minste waard geacht wordt in de gemeente, juist die het meeste eer te geven. Echt waar, een spreker hoeft u echt geen eer te geven, echt niet. We staan in de kracht van God te spreken. Woorden die de Heilige Geest ons geeft. Sprekers krijgen al genoeg eer. Helemaal niet nodig. Juist de minste in de gemeente geeft die het meeste eer. Er is zo'n bijzondere zuster in de gemeente waar ik voor ga, in Alkmaar. Ze houdt mij altijd in de gaten naar de dienst. Dan sta ik vaak nog even te praten en dan ziet ze dat ik nog geen kopje koffie heb gehad. Altijd komt ze naar mij toe met een kopje koffie. Wat een liefde. Wat bijzonder dat iemand dat zo in de gaten houdt. Prachtig. We moeten vervuld worden met de kennis van zijn wil. Opgroeien in de kennis van zijn wil. Blader mee naar Colossenzen hoofdstuk 1. Filippenzen Colossenzen. Vers 9. Daarom houden ook wij niet op vanaf de dag dat wij gehoord hebben voor u te bidden en te smeken. Dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Dus in Hem wandelen, in elk goed werk ook vrucht dragen. Als wij niet in de ware wijnstok zijn, kunnen wij niks doen. Als ik niet in Christus ben, kan ik geen vrucht dragen. En dan komt er dus een andere vrucht voort. We mogen groeien in de kennis van God, terwijl u met alle kracht, vers 11, bekrachtigd wordt overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. Het is zijn geest die ons moet bekrachtigen. Niet onze menselijke geest of een andere geest. Nou, zodat wij uiteindelijk ook heilige offers kunnen brengen. Ik werd laatst met lezen bepaald bij Maleachi hoofdstuk 1. Daar bracht het volk Israël onreine dieren, onheilige offers voor het aangezicht van de Heer. En ik hoop echt met heel mijn hart dat u heilige offers brengt voor het aangezicht van God. Om uw lichaam welbehagelijk voor Hem te stellen als een levend offer, een heilig offer. Genade zij u en vrede van God de Vader en van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Dankjewel voor het kijken naar deze Bijbelstudie. Wij hopen dat je erdoor gezegend wordt. Zou je meer van deze Bijbelstudies willen ontvangen en willen bekijken, dan willen wij je vragen of je erover na wilt denken om ons te steunen met een gift. Want met deze gift van jou is het mogelijk nog meer Bijbelstudies online te zetten. Je kunt naar onze website gaan en een eenmalige gift doen, maar je kunt ook lid worden op het vriendenprogramma. Kijk op onze website. Alvast hartelijk bedankt.